harte welkom bij weer een nieuwe aflevering in deze podcastserie. Vandaag aflevering 26 alweer. En vandaag wil ik je graag meenemen in het verhaal van een van mijn defensiefitters, om het zo te zeggen. Ik had een periode geleden had ik een jongen die bij mij kwam. En Sam heet hij. En hij zegt van ja, ik wil graag in dienst. Hij wilde graag naar het Korps Mariniers of naar de commando's. En fysiek trainen lukte al aardig. Hij kon al redelijk hard lopen, opdrukken ging wel aardig. Maar goed, hij zocht wat zekerheid om te kijken, oké, kan ik aan alle eisen voldoen? Hij had zichzelf nog niet getest dat hij zeg maar meerdere keuringsonderdelen achter elkaar deed. Dus bijvoorbeeld eerst opdrukken en dan de sit-ups en dan een stuk hardlopen. Dus hij had er wel eens over nagedacht, maar dat gewoon nog niet gedaan. En enige tijd geleden, toen gaf ik nog echte fysieke PT-sessies. Waarbij we samen fysiek dan gingen trainen ook en aan de slag gingen. Zelf doe ik dat tegenwoordig niet meer. Maar door zo'n training samen te doen, kwamen we erachter van hey, ja, er zijn nog wel wat dingetjes om te verbeteren, zodat je meer compleet bent. En dat als bijvoorbeeld jouw middensectie is uitgeschakeld, jouw buikspieren, na bijvoorbeeld 2 minuten non-stop sit-ups, dat je dan alsnog goed kunt blijven hardlopen. En dat was een dingetje wat hij niet zo specifiek getraind had, waarbij hij daar heel veel last van had eigenlijk, tijdens dat hardlopen, om te zien van, hey, als ik dan ga hardlopen en dat die middensectie is uitgeschakeld, die buikspieren, ja, dan kon hij minder hard hardlopen. En dat had hij nog niet eerder meegemaakt of ervaren. Dus dat was een mooi inzicht. En zo hadden we nog wel wat meer dingetjes, zeg ik altijd maar. Zo noem ik dat dan, wat dingetjes. En vervolgens schrijven we dat op. Maken we een trainingsplan voor. En daar kun je vervolgens mee aan de slag. Hoe je dat fysieke trainingsdeel doet of aanpakt. Dat in de DefensieFit ledenomgeving. Daar gaan we ook in op de DefensieFit trainingsmethode. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Dat staat hier achter mij. DefensieFit methode. Dus zoek je daar hulp of ondersteuning bij. By all means. In dat boek vind je een opbouw van alle spiergroepen. Van makkelijk naar moeilijk. En hoe je dat opbouwend kunt trainen. Zo heb ik ook leuk heel veel dames kunnen helpen. Om hun eerste push-up te kunnen gaan maken. Waarbij eigenlijk eerst gewerkt moest worden aan de triceps, aan de armen. Om die spieren zeg maar sterker te maken. Zodat die pressbeweging op de juiste kracht kwam. Om vervolgens eerst staand tegen een muur op te drukken. En dan die hoek steeds verder omlaag te brengen. Naar uiteindelijk een push-up op de grond. Zodat je dat kunt. En dat de spieren sterk genoeg zijn om dat te kunnen. Maar goed, hè, dus qua fysieke training hadden we op basis van de DefensieFit methode. Trainingsprincipes. Een schema gemaakt. Daarmee ging hij aan de slag en trainde maar. Dus vervolgens ging Sam aan de slag. Aangemeld voor de keuring. En bij de keuring doet hij die fysieke testen. Nou, geen probleem. Alles netjes gehaald. 100 punten. En op een zeker moment komt Sam aan bij de psycholoog. Voor het psychologisch gesprek. En daar ging het eigenlijk simpel gezegd mis. Hij wordt afgekeurd na dat gesprek. En in principe stopt het dan. Dus ik vroeg van, wat is er gebeurd in dat gesprek? Of welke feedback of terugkoppeling heb je gekregen? En hij zegt van ja, ik heb ook verteld dat op school had hij wat moeite met wat vakken. En daar was hij dan onzeker over of hij het wel of niet ging halen. En vervolgens was het zo dat hij daar dan bijles voor ging nemen om dat zeg maar bij te halen. En hij wist nog niet of hij het vak ging halen en of dat wel zou gaan lukken met die bijles. En daar was hij eigenlijk onzeker over. En daar was hij eigenlijk gestopt met zijn verhaal. Dat ik zei van, oké, ik hoor wat je zegt. Maar heb je ook verteld dat je inmiddels die vakken waarvoor je bijles had al gehaald hebt? Dat je weer terug op de rails zit en dat je al dus eigenlijk het obstakel hebt overwonnen. Dat je al door bent. Dat je inzag dat je iets niet haalde
En dat je daar juist zeg maar iets voor inbracht met bijlessen. En natuurlijk was je onzeker. En natuurlijk wist je niet of het ging helpen. En ja, had je misschien daar niet per se zin in. Maar je hebt het wel gedaan. En vervolgens heb je die bijlessen gevolgd. Dus je hebt je er doorheen gezet. Je hebt het extra werk gedaan naast je normale studie. Om vervolgens alsnog dat vak positief af te ronden. Heb je dat verteld? Nou, nee, zei hij. Hij zei, ja, dat durfde ik niet. Of dat heb ik niet verteld. Want ja, die interviewer die stelde die vragen niet. Ik zei, oké, dat is echt wel dan een gemiste kans. Want zo'n interviewer die dat psychologisch gesprek voert. Ja, die probeert wel natuurlijk door te vragen. Maar ja, als jij niet het hele verhaal vertelt. Op een gegeven moment denkt hij, ja, ik hoef niet verder door te vragen. Want dit is... Denk ik blijkbaar het hele verhaal al. He, dus die weet niet, laat ik het zo zeggen, de psycholoog die kijkt ook van ja, die persoon is zover als dat je jouw verhaal vertelt. Dus als jij vertelt dat jij iets meemaakt wat niet lukt en je zit daar nog mee te struggelen, he, je moet dat nog een plekje geven en je vertelt niet dat je daar mee bezig bent om dat op te lossen en dat je kan terugkijken op die situatie, objectief, naar de feiten. Zonder emoties. En dat je dan kan weergeven van nou dit is er gebeurd. Dit deed het met mij. En vervolgens ja, nam ik actie om daar overheen te komen. En vervolgens heb ik dit en dat gedaan. En toen ging het beter. En vervolgens kon ik weer mee met de meute. Of ja, heb ik me weer geconformeerd aan de standaarden die gelden. En dat is wat dan eigenlijk een heel mooi verhaal is. Dat je goed oplossingsgericht bent en dat je ook obstakels kan overwinnen. Dus ja, vertel dat hele verhaal. En als jij dat laatste deel niet vertelt, maar alleen vertelt over die problematiek en dat je dat lastig vond en onzeker was en daar je verhaal stopt. Ja, dan wordt het beeld gecreëerd van jou. Van, oh ja, nou die persoon zit nog in die fase. Ja, dan is die er niet klaar voor. Om nu in dienst te gaan. Want die moet dan eerst nog dat inzicht krijgen. Of iets verwerken. Of overheen komen. En dat heeft die persoon ja, mogelijk wel nodig. En dan wordt er gewoon een inschatting gemaakt. Ja, is het te vroeg om nu de opleiding in te gaan? Of kan iemand wel door? Maar goed, ja, dan moet wel ja, die potentie gezien worden. Dus ja, hij was dus afgekeurd. Dus ja, mijn advies was toen aan Sam. Van ja, vraag een... tweede gesprek aan. Leg dit uit dat je misschien wat stressvol was en dat je niet het hele verhaal hebt kunnen vertellen nu je er achteraf over nadenkt. En dat voelt super kloten om dat misschien te doen. Dat je denkt, ja, wat zullen ze dan wel niet van me vinden en kan ik dat dan zomaar doen of hoe zit dat dan? Terwijl ik zei van, nou ja goed, laat gewoon zien dat je daarover nadenkt en dat je echt graag die functie wil vervullen. En dat je het ook niet zomaar zo van de kaart laat vegen, maar dat je ervoor knokt om dat plekje te krijgen. Dus vervolgens heeft hij die moed ook bij elkaar geschraapt. Hij had ook een contactpersoon gekregen om te contacten van probeer het over 3 maanden anders nog eens. Of volgens mij was het zelfs probeer het over 1 jaar nog eens. Maar goed, hij wilde niet ja, 1 jaar overbruggen, zeg maar. Hij wilde wel dit jaar in die opleiding. En vervolgens was het dan zo van, ja, je kan contact opnemen met dit contactpersoon. Dus ik zeg, nou, neem contact op. Vertel gewoon eerlijk en open dit verhaal. Van ja, er werd niet doorgevraagd door de interviewer. Maar ik heb zelf ook niet doorgepakt om het hele verhaal te kunnen vertellen. En zo had hij nog een paar verhaallijnen waarbij hij het maar tot en met het probleem vertelde. Maar niet dat hij daar een oplossing voor had gevonden inmiddels. En dat hij daar reflecterend vermogen voor had, daar overheen kon kijken en ook door kon kijken. En dat had ik wel gezien bij hem al, dat hij dat eigenlijk prima kan, een heel goed reflecterend vermogen had. Ik dacht, ja, dat heb je totaal niet laten zien daar. Sterker nog, het is helemaal überhaupt niet ter sprake gekomen. Dus echt een gemiste kans. En als je dit zou vertellen, dan schat ik in dat je wel degelijk wordt aangenomen, omdat je wel al verder bent dan dat je nu hebt geschetst, hè? Dan wat je hebt laten zien qua beeld, wat je vertelt met jouw woorden. dus hij is zijn moed bij elkaar geschraapt, berichtje gestuurd, van ja, uitgelegd op deze manier. En uiteindelijk mocht hij dus voor een tweede gesprek, mocht hij nog een keer langskomen. Dus ik zei ook van nou, ga dan ook oefenen, want als je het in je eentje alleen op je kamer zit en je neemt het door in je hoofd,
dan is dat altijd anders dan als je het ook daadwerkelijk zegt en het vertelt. Dus wat ik wil dat je doet, is ga eerst eens een keer zitten en bedenk dat verhaal zoals je dat wil vertellen, welke hindernissen je had, welke obstakels je had en hoe je dat bent overkomen. En dat je dan vervolgens dat opschrijft in gewoon wat eenvoudige volzinnen van eerst dit, toen dat, toen dit, deze actie heb ik genomen en dit is nu de output en zo gaan we nu door, dit is het resultaat. En dat je vervolgens dat verhaal gaat vertellen tegen iemand anders. Pak eventjes je moeder, zet die even aan de tafel, zeg je mama luister even, ik moet even mijn verhaal oefenen om het tegen iemand te vertellen. En wie dat ook is, je moeder, een familielid, een vriend of een kennis, whatever. Die dan jou dat verhaal laat doen en dan luistert eigenlijk van oké, is dit een logisch verhaal, wat mis ik nog of is het een duidelijk verhaal. En dat hele verhaal van A tot Z dan ook verteld wordt. Dus soms moet je daar eventjes jezelf in oefenen en trainen. Dus wat hij uiteindelijk deed, aan zijn zus gevraagd van ga zitten, ik moet even dat verhaal oefenen, trainen, leren vertellen. Heel open geweest en eigenlijk is dat ook kwetsbaar opstellen, hè, dat je zegt van ja, dat lukt mij niet zo goed om mijzelf te verwoorden wat ik voel of wat ik merk of wat me tegenzit. En dan dat verhaal te vertellen. En uiteindelijk geoefend en het tweede gesprek gedaan. En waarempel, hij kreeg de go en hij mocht alsnog aan de opleiding starten. Dus ja, super blij natuurlijk. En voor mij heel fijn om te horen dat hij dus toch aangenomen kon worden, mocht beginnen aan de opleiding. En dat hij die journey nummer 1 kon afronden, hè? Van burger naar keuring halen. Vervolgens gingen we met Sam door naar journey nummer 2. En het was nog een vakantieperiode, zat ertussen voordat hij aan de opleiding zou gaan beginnen. En ja goed, dat was natuurlijk zo gedreven en zo eager van yes, ik ben door die keuring, nu ga ik maximaal voorbereiden. En ja, toen had onze Sam eigenlijk veel te veel gedaan. Elke dag trainen, meerdere trainingen achter elkaar. Mentaal natuurlijk super gedreven, dus echt de wil om door te gaan. Ook als het zwaar was, als hij spierpijn had, als het regende of niet regende. Hij ging naar buiten, hij ging gewoon sporten, hij ging hardlopen. Wat een hele goede mindset is natuurlijk. Maar hij verloor daar een beetje zijn herstel en zijn rust uit het oog. Dus het was de hele dag van ja, ik moet dingen doen. Ik moet marsen met een rugzak, ik moet speedmarsen, ik moet hardlopen, ik moet opdrukken, ik moet sit-ups doen, ik moet pull-ups doen, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En op een gegeven moment van dat hele lichaam, dat was helemaal gewoon helemaal vol gedrukt. Met spierpijn en eigenlijk zeg maar overtraind geraakt. Dus in die periode was hij zelf gaan trainen. Dus niet meer, laten we zo zeggen, onder mijn supervisie. Dus alles wat hij geleerd had, dacht hij, dan stop ik het allemaal in één periode. Ga ik alles doen. Ja, en dat is niet handig. Dat is niet handig, niet verstandig. Want dan kan je dus overtraind raken. En ook blessures krijgen vanuit die overtraindheid. Schenen of pijnlijke knieën of dat je rugklachten krijgt of dat bepaalde pezen op een gegeven moment geïrriteerd raken. Hè, als je spieren het niet meer aankunnen, dan schakelt het lichaam misschien door naar pezen die het dan moeten opvangen. Ja, en dan kan je peesontsteking krijgen. Hè, of dat je nog een niveau dieper gaat, dat je je gewrichten begint te beschadigen of te bezeren omdat je spieren en je pezen gewoon helemaal verzuurd zijn en niet meer goed kunnen herstellen. Ja, en dan raak je steeds verder van de juiste route af. En dat is wat je echt wil voorkomen. Dus vervolgens weer contact gehad. Van, ja, oké, overtraind. Rustig aan. Nou, rara politiepet. Ik heb dat zelf ook ooit gehad. Niet slim, hè? Dus vlak voordat de mariniersopleiding begon bij mij, ging ik de zomer in met scheenbeenvliesontsteking. Ik dacht, nou, dat hebben we lekker gedaan. De opleiding waar het allemaal om draait gaat beginnen straks. En dan start ik de opleiding met scheenbeenvliesontsteking. Hoe ga ik dan in hemelsnaam die opleiding halen? Dus voor mij was het toen destijds alleen maar focus op herstel, onderhoud van de rest van de getraindheid. En alles stond in teken van herstel van die scheenbenen. Rekken, strekken, koelen, rustig belasten, kijken wat kan wel, kijken wat kan niet. En heel rustig opbouwen en gestaag eigenlijk vanuit herstel
opbouwen naar belastbaarheid en dan weer de druk erop proberen te zetten. Ja, dus voor hem was dat ook zo. Oké, rustig trainen, doe wat je moet doen en gewoon zorgen dat je straks blessurevrij aan de opleiding kan beginnen. Nou, dus dat was die periode van Journey 2, van de keuring gehaald naar de start van de opleiding. En dat was echt wel uitdagend. Maar gelukkig, ik ben dan blij dat hij mij toch weer gecontact had. En dat hij dan dit aangaf, dat het al gebeurd was. En vervolgens kon ik het wel met hem terugcorrigeren naar belastbaar lichaam. Met een goede juiste fitheid. En dat hij uiteindelijk dus op de juiste ondergrens, bodemgrens, netjes sowieso de opleiding kon beginnen. En een paar dingen was hij zelfs nog veel beter in. En dat hij daar die opleiding in kon. Goed, dus missie geslaagd. Start van de opleiding kon gewoon doorgaan. En vervolgens zit hij in journey nummer 3. Start van de opleiding en de trein is gaan rijden. Nou, gaandeweg die opleiding zijn er een paar dingetjes die dan die hij niet helemaal haalt. Of een lesje die hij niet haalt en die moet hij dan weer inhalen. Had een paar hindernisbaan. Hoe noem je dat? Eindexamen hindernisbaan. Waarbij je de hindernisbaan binnen een bepaalde tijd moet afleggen. Ja, die had hij niet gehaald. Samen met maar 3 anderen. En de rest van de opleiding had het wel allemaal gehaald. Ja, dan val je wel in de kijker. Want hij was niet zo behendig met klimmen en klauteren en springen en slingeren aan een touw en over zo'n balk heen lopen, zo'n evenwichtsbalk. Dus ja, dat was gewoon even zwaar kloten voor hem, dat hij daar gewoon niet zo behendig in was en uiteindelijk dus niet gehaald. Dus hij had een herexamen. Toen had hij ook nog eens een laatste kans, zeg maar, om het, had hij nodig om het dan toch te halen. Ja, en dan wordt het steeds lastiger en uitdagender, omdat je dat naast de normale trainingsdagen die gewoon doorgaan, naast de normale opleidingsdagen, moet jij dan nog oude eisen nog steeds gaan afleggen. En die doe je dus eigenlijk dubbel. Dus het wordt wel steeds zwaarder. Dus je moet echt scherp blijven van doe wat je moet doen, focus en laat gewoon zien dat je het beheerst. En ik blijf het zeggen, ook in de opleiding is het uiteindelijk een ondergrens die je moet halen. He, dus eigenlijk zou je nog over moeten hebben. En dat gewoon dat je aan die ondergrens voldoet. Dus voor hem super uitdagend om toch dat te halen. Ook de mindset te behouden van ik ben niet goed genoeg. En wat bij hem gebeurde was de twijfel van zie je wel. Kijk, op school haalde ik toen ook een vak niet. En toen moest ik ook al bijles hebben. En hier gebeurt het nu weer. Dus mentaal gebeurde er ook heel veel bij hem. En ik zei van luister, jouw verhaal is, je had die bijles op school. Je ging ermee aan de slag. Het was niet makkelijk. En toch heb je het gehaald. Ja, het was die bijles volgen en dat examen doen en halen. Zeggen, nu ga je dat ook doen. Laat zien uit welk hout jij bent gesneden. He? Laat zien wat je waard bent. Potverdomme. En vervolgens hij die opleiding weer terug in na het weekend op maandag gewoon weer melden. Rammen met die kast, zoals ik altijd zeg. Ga met die banaan, laat zien wat je waard bent. Hindernisbaan, er bestaat niks anders in jouw wereld op dit moment dan alleen maar die hindernisbaan. En potverdomme, je gaat over die hindernisbaan heen vliegen. En ik wil het vuur uit je ogen zien schieten. En als je scheet laat, dan komt er een bliksemschicht uit. Dus, hop, let's go. Dus, hij gehaald. Potverdorie, hartstikke blij natuurlijk. Snot voor ogen gelopen. Helemaal in een roes, in een waas, die ijs gehaald. En hij kon gelukkig weer door. Vervolgens was het zo dat in de groep was hij vaak, kon hij een beetje, ik zal niet zeggen uitknijpen, want dat is niet de rechtvaardige term. Maar hij was misschien een beetje lui of wat minder assertief dan de rest. Van eerst kijken, de kat uit de boom kijken, maar op een gegeven moment moet je ook dat gedrag loslaten. Dus als je ooit zo bent geweest, je moet wel mee in de flow. En jouw buddies moeten ook het vertrouwen hebben dat als er een opdracht komt, dat we allemaal eigenlijk evenredig de schouders eronder zetten om het gewenste doel te behalen. En dan kan het niet zo zijn dat de lui uitknijpen, hè, zoals we dat dan noemen. Dat je eigenlijk, de Engelsen noemen dat taking the piss. Dat je met de pet ernaar gooit, dat je het er makkelijk mee vanaf maakt. En daardoor moeten bijvoorbeeld jouw buddies moeten dan harder werken. Ja, dat is niet fair. Dus ik zeg van als jij deze levensstijl wil,
dan zul je ook dus ja, jouw beste beentje voor moeten zetten en laten zien dat jij dit wil. En daar alerter op zijn. Dus als er een opdracht komt of jullie moeten iets doen als groep, ga dan eens een keer mee. Ga ook mee in de middenhoede of in de voorhoede. Loop eens een keer mee in die voorhoede. En niet altijd maar achteraan. Niet altijd de laatste zijn die ergens aankomt. Niet altijd de kantjes ervan aflopen is niet het juiste woord. Maar altijd het minimale doen. Dat is gewoon niet hoe je te boek wil staan. Dat is niet wie je wil zijn. En als je altijd maar aan de ondergrens van de ondergrens zit. Ja, dan kom je een keer in de knel. En dan loop je gewoon tegen de muren aan. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment in die opleiding hadden zijn buddies op een gegeven moment al een beetje de pik op hem gekregen van luister pik, jij bent altijd de laatste en jij brengt ons eigenlijk een beetje in problemen. Dus het is up or out. Je moet gewoon meekomen nou en anders dan ga je maar lekker weg of zo. Dus het is niet leuk om te horen, maar hij had dit wel nodig om te beseffen van hoe zit ik in deze wedstrijd? En dat had hij niet helemaal door als mens, hoe hij in de groep lag. Dus door dat mee te maken, werd hij daar sensitief voor. En dit ging hem ook aan het hart. Want hij zei van, ik bedoel dat niet zo. Maar ja, ik pik gewoon blijkbaar die signalen niet scherp genoeg op. En op een gegeven moment was de paradox een beetje van, in de opleiding is het straffen en belonen. En je kon hem prima straffen, dus hij kon dat goed incasseren. En daardoor gedoogde hij dat hij die straf kreeg. Zei, maakt niet uit, doe mij die straf maar en dan is het goed. Ik zeg, maar dat is niet de manier. We willen juist dat het in één keer goed gaat. Of dat het goed gaat. Of dat je je voor inzet om het kwartje naar de goede kant te laten vallen. En dat je het niet op een beloop laat dat het kwartje naar de verkeerde kant valt. Dus het gaat om de effort doen en de output en dat je het haalt. Dus niet dat luie gedrag wat je vroeger had. Hè, ik noem het dan ook echt vroeger. Toen je tiener was, toen je nog burger was. Dat gaan we nu even aan de kant schuiven. En nu zeg je van, joh, ik ben militair, ik wil militair worden. Oké, om militair te worden hoef ik nog geen militair te zijn. Maar ik wil militair worden en ik doe er alles voor om dat te behalen. Ik zit nu in deze opleiding, dit is mijn kans. Hij heeft er notabene hard voor geknokt om ook door die keuring te komen, om die keuringseisen te halen en om daar te staan en om die opleidingsplek te krijgen, te bemachtigen en dat hij dan in die opleiding zit. Dus ja, dat was ook een fase om doorheen te gaan. En uiteindelijk kreeg hij ook nog eventjes een kleine code red om zijn oren. Dus dat lui eigenlijk een beetje een hekel aan hem begonnen te krijgen. Van ja, jij drukt zo op die groep aan de onderkant dat we als groep worden gestraft omdat jij weer loopt te klootzakken. Dus had een strijkbout tegen zijn schouder even kort gekregen als represaille. Niet goed, niet oké, weet ik. Hè? Gaan we weer krijgen. Oh, het mag allemaal niet. Nee, maar gebeurt soms wel. Hè? En dan zeggen ze, oké, per ongeluk. Maar ja, dan zegt men gewoon, oké, luister, je moet gewoon nou kappen met die onzin. Want iedereen wil het halen en het is gewoon niet oké. Dus dat gebeurd is, is ook niet oké. Dus later, degene die dat weer gedaan hadden, kwam natuurlijk uit. En dat werd dan weer afgestraft en dat kon allemaal niet. Maar goed, op een gegeven moment heb je zo'n situatie te pakken. Van shit, ja maar goed, jij zit wel nog steeds in die opleiding. En ga je hem nou netjes afronden, ja of nee? Dus tandje erbij, enorm besef gekregen van oké, dit kan zo niet langer. Ik moet veranderen in de zin van, ik ben het probleem. En ik ben dus ook de oplossing. Dus gedrag aanpassen, pas je aan de groep, ga ervoor. En uiteindelijk kwam die daar dus overheen. En vervolgens dat kader zag het ook van oké, nu zet je je beste beentje voor. En nu gaan we vooruit. En in principe is het dan, hè, we vergeten het verleden, hè, de schone lei, zand erover. En dan vanaf nu willen we alleen maar zien dat je gewoon de juiste scores haalt. Dus vervolgens hij netjes laten zien, doen wat je moet doen en opleiding gehaald. Dus ja, super spannende journey nummer 3. Van de start van de opleiding tot opleiding gehaald. Uiteindelijk opleiding gehaald. En ook al zijn buddies, die weten natuurlijk ook van iedereen die opleiding haalt. Je weet van elkaar hoe je in elkaar steekt. Nou, gelukkig heeft hij echt wel zichzelf hersteld. En ook gekeken van oké, wat is er dan wel voor nodig om dit te halen? En zoals ik me gedroeg, ja, dat was onacceptabel. En daar ook zo op terugkijken. En dat is ook het leven, zeg maar, dat je iets meemaakt. En je kan dat altijd blijven vasthouden. Van ja, shit,
dat was niet fijn of onhandig, of die herinnering op een verkeerde manier meenemen van minderwaardigheidsgevoel, of dat het niet goed was, of dat je onterecht gestraft werd, of dat er allerlei dingen misgingen. Maar ik zeg dan altijd, ja, je moet het verleden vaststellen, gewoon puur wat zijn voor jou de feiten. Het leven gaat door, hè? De mensen zullen het misschien onthouden, maar uiteindelijk gaat het leven gewoon door. En voor jou blijft dat vaak nog het langst, ja, een hele markante herinnering. En het is hoe jij hem meeneemt. Dus stel het verleden vast, stel de feiten vast en hoe wil jij die herinnering meenemen? Hè? Blijf je hem voor altijd vasthouden vanuit negativiteit? Of zeg je van nee, dit is gebeurd en dat is misschien niet goed of et cetera, maar dat oordeel hou je er vanaf. Je zegt dit zijn de feiten, dit is het gedrag geweest, dit is het gevolg geweest. Terecht of onterecht maakt niet uit. Maar dit is de lesson learned en zo moet ik deze herinnering meenemen en zo wil ik deze herinnering onthouden. En dat je daarmee zo zegt, dat was het verleden en nu gaan we door. En nu gaan we nieuwe herinneringen bouwen, nieuwe momenten bouwen, nieuwe ervaringen bouwen waarbij ik laat zien dat ik het wel kan. Lang verhaal, kort verhaal. Uiteindelijk, Sam heeft de opleiding gehaald, zit in dienst, heeft een supermooie carrière, heeft het heerlijk naar zijn zin. Dat verleden is allang alweer vergeten. Ik zeg wel eens, ja, vergeven doe je voor jezelf, niet voor de ander. Zodat jij zelf mentaal lucht en ruimte krijgt om door te gaan. Vaak die ander, die weet het niet eens meer. Of als die jou ziet, zegt, ja oké, dan heb ik een keer wat geflikt, maar prima. En dat je zelf daar juist problemen mee hebt. En dat kan twee kanten op zijn. Jij hebt iets gedaan of de ander heeft iets gedaan. Maakt niet uit. Kijk, vergeven doe je voor jezelf. Dus daarmee creëer je weer mentaal die ruimte en die lucht. Stel dan het verleden vast. Zeg, dit was het. Hoe wil ik het onthouden? Zo wil ik het onthouden. En ja, hoe lang ga je dat anker met je meesleuren? Of zeg je van, dit was het. Ik stop het in een mooi pakketje in mijn hoofd. Dit is mijn herinnering. En dan gewoon doorgaan. Want het leven gaat ook door. En de omstandigheden veranderen. Mensen veranderen. En dan komen er gewoon nieuwe ervaringen en nieuwe herinneringen komen er gewoon bij. Dus hij zit al een aantal jaar in dienst. Op een zeker moment wordt hij zelfs kaderlid, dus super mooie stap. Hè? Dus hij gaat van de eerste klas, wordt hij op een gegeven moment corporaal, kaderlid. En mag hij dus teams gaan leiden eigenlijk. Hè? Samen met zijn sergeant, om daar richting en sturing aan te geven. Nou, het gaat heel voortvarend, veel geleerd, volwassen geworden. Niet meer dat oude gedrag vertonen, gewoon echt ik zou haast zeggen, een nieuw mens geworden. Serieus, pak de dingen aan, what you see is what you get, gewoon een keurig militair gedrag, om het zo te zeggen. En op een zeker moment gaat zijn eenheid parachute springen. En hij was dus mooi in zijn element, als leidinggevende in zijn rol. En hij zei, ja, paraspringen, ik vind dat super eng. Hij zei, maar ik durf dat eigenlijk niet te zeggen, want ja, ik ben het voorbeeld voor de groep. Maar zodra wij omgehangen zijn, we gaan die kist in, we stijgen op en dat luik gaat open en het is in een rijtje staan en het is naar voren hoppen en het is green on go, ik spring dat vliegtuig uit. Ik scheid 7 kleuren in mijn broek. Ik scheid 7 kleuren in mijn broek en ik vind het niet leuk wat hier gebeurt. En dat is dat parachutespringen, dat je daar ja, over bepaalde of angst heen moet of als je het spannend vindt. En dus mijn vraag was ook, hè, we hadden nog steeds contact gehouden al die jaren, van hoe is dat voor jou geweest dat je die opleiding deed? Nou, dat was heel erg gestructureerd met fases. Dat je dus aankomt, is een ontvangsthal, wachten, want zo werkt het altijd. Omhangen, chute om, reserve chute erop, wachten, instijgen in het vliegtuig, opstijgen. En dan heb je een aantal series van mededelingen. En op een gegeven moment is het opstellen en dan aanhaken of je bent al aangehaakt. En vervolgens ga je dus ja, die plane uit op aanleiding van de dispatcher. En ik zeg van ja, bezie het gewoon, bekijk het gewoon als fase voor fase. En uiteindelijk door dat te doen, kon hij die spanning overwinnen. En kon hij uiteindelijk op een prettige, normale manier die parasprongen gaan maken. En kon hij van zijn angst afkomen. Dus ja, je ziet het, de journeys. Het is een reis op zich. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhalen. Als jij militair bent op dit moment, of je zit in een van de journeys, wat zijn jouw belevingen? Herken je dit verhaal? Heb je dit ook meegemaakt? Is het voor jou ook helder dat je die reizen, zeg maar zo, in deze stappen hebt doorlopen? Laat het vooral weten in de comments. Ik ben super benieuwd.
Laat het weten en zal ik er zeker op reageren wat ik eventueel nog kan aanvullen. En ik wens je veel succes en plezier toe. En ik ga je zien in de volgende aflevering.